Vincent Janssen vertrekt toch nog bij Tottenham Hotspur. De spits van het Nederland al heeft met Venerbaye zijn principeakkoord bereikt over een huurovereenkomst. Dat meldt de Turkse club op zijn website. De 23-jarige Janssen, die in Engeland op een zijspoor was, belandt na de komst van Fernando Lorente en zelfs niet was ingeschreven voor de Champions League. Reis vandaag af naar Istanbul om zijn transfer af te ronden. In Turkije sluit de transfermarkt vanavond. Weiger in Tottenham wilde Janssen, die in 2016 overkwam van Aas, Alleen de er ergens onderbrengen, maar Jaansen weigerde transversen naar West Bromwich Albion en Brittoon en Hove Albion omdat hij zich terug in de selectie wilde spelen. Nu is hij wel overstag gegaan. Bij Fenerbahce wordt hij ploeggenoot van Robin van Persie, al is het maar de vraag voor hoe lang. Ook hij lijkt door zijn club te worden afgeserveerd en door de komst van Jaansen wordt zijn positie er niet sterker op. Dat het niet goed zit tussen Van Persie en Fenerbahce bleek eerder deze week wel toen beide partijen stegelden over de ernst van zijn blessure.